Welkom in deze nieuwe video aan Bos. Vandaag gaan we Glenn en Ashley ontmoeten. En dat is heel speciaal. Dus ik kijk er wel heel hard naar uit om Glenn en Ashley te ontmoeten. We staan hier nu te wachten. Dus we zijn op de foto te gaan. En ik ga dat gewoon vragen. Dus ik ga dat gewoon vragen en voor hen dan ook. Dan zou ik vragen. Moet ik klikken? Dus hier staat het. Het is misschien makkelijker. Ja, ik heb mijn onkel aan het gewoon niet hacken. Wil je gaan hacken? Ja, dat is mijn onkel. Ah, serieus? Ja. Hola, man. Alsjeblieft. Wil jij de foto even pakken? Dat is goed. Ja, maar die klokken. Dat is echt. Ja, maar dat is echt. Ja, wat voor. Ik heb een beetje aan het eind van maken. Ik kan niks aan het ja, weet je, ik kwam niet voor vakantie. Ik kwam echt voor spel. Ik dacht, ik ga meteen even weten waar ik ga. Ik dacht, ik denk dat ik zat vermeld. Ja, maar zie het. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 zeker. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Ik zie rond wat ik kan vragen. Dat was ook wel dromen, hè. Ja, dat was wel dromen. Dus dat komt helemaal goed. Amai, amai. Maar ik heb er wel goed, die moet erbij pakken. Ja, ja. Je bent nog gewoon, dus. Ja, maar. Ja, maar. Ja, het juiste moment dat je juist gedaan hebt, eigenlijk wat je altijd doet. Hij heeft nooit onder de band gestoken. Nee. Dus één keer is niet boos op die staan. Nee, maar het is afwachten. Ze moeten zeker terugkijken. Dat hebben ze niet allemaal gedaan. Ja, nee. Ik wel, dus ik weet ook precies nu hoe wat. Maar voor velen gaat dat ook. Zou je eruit geweest gaan? Misschien nou even naar maar als ik daar weer in kom, dan ben ik met nieuwe mensen, dus een hele andere dynamiek, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Dus ik ken mijn tactiek al, ja, en daardoor zal ik kijken en denken, ja, dat moet je nu zo. Dus dan mag ik... Hoi! Hallo. Hoi, fotootje. Ja, hij gaat hem maken. Oké. Okay. Ja, nu was het een beetje, dankjewel. Okay. Ik ben echt wel blij om je te zien, want ja. Ik was heel grote fan. Ik heb ook altijd je stem en zo. En dat is allemaal meteen gedaan. Ik heb altijd niet geloofd. Goed zo. Het was super tof om Ashley en Glenn te ontmoeten. Het waren super lieve mensen. Het was echt super leuk. En ik zal je straks even de foto laten zien. En het is zeker wel vatbaar voor wanneer er een nieuwe meeting gereed is. Dus het was echt heel top en ik zeg het, super lieve mensen en mensen met een hart van goud en die hebben heel veel tijd gemaakt. Je kon er een babbeltje mee slagen, vragen mee stellen. Eigenlijk alles wat je eigenlijk wilde weten kon je gewoon doen en dat maakt niet eens mee. Nu zijn echt hele toppe mensen en een hart van goud. Dus zelfs Pipo is op de foto geweest. Ik heb ook nog een leuk boodschap kunnen doen voor mijn beste vriendin Anneke. Dus op zich, ze hebben alles eigenlijk gedaan wat ik heb gevraagd, dus daar ben ik heel trots mee. Ondertussen sta ik ook al op Instagram met Glenn, dus dat is echt helemaal top en gek. Dus ik zal jullie even zo de foto laten zien en dan weten jullie hoe dat het eruit ziet, de foto. Dit was de foto met mij en Ashley. En ja, hier heb je zo het filmpje en dat is ook de foto met mij en Glenn. Dus je ziet, hij heeft super veel tijd gemaakt. Het was super leuk om dit te zien. Ondertussen komt Kiesertje ook eens een keertje kijken. Die zit hier namelijk, die is ook geïnteresseerd. Dus dat is de foto. Dus echt wel voor Herat wel vatbaar.
Ook vond je dit een leuke video, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en binnenkort zijn we er weer. Trouwens, voor de mensen die juist naar de video kijken, die op Instagram, op TikTok niet zitten, mijn elleboog, die is gekneusd, daarmee draai ik even deze dingen, maar dat komt wel in orde. Dus tot ziens iedereen.